het zesde man die hem gaat. Adres naar die gele kaart, is een vrije trap voor Hofman richting Raaier. Koopman met één vuist, laag schot van Edwin Lintze en die maakt hem. Lintze die moet uithalen, Lintze doelpunt! 1-0 voor VVV. En Lintze scoort, woe, maar net. Edwin Lintze één man kwijt, twee man kwijt en een laag schot in de verre hoek. Kijk maar eens hoe blij die is en heel erg verdiend. Bal op Lintze en een schot en een doelpunt. Edwin Lintze. Hij knalt de bal achter Jurgen Hendricks. Oh, heel lekker. Ja. Ik heb hem nog een paar keer teruggezien. Zo lekker vond ik hem. Iedereen wil kampioen worden. En wij willen dat ook. Alleen ja, het is weer net niet gelukt. Het meeste wat ik hier ga missen is gewoon de mensen binnen de club. Daar heb je toch 17 jaar lang mee opgetrokken. Nou ja, VV zal altijd mijn club zijn. Dus ik zal in ieder geval altijd in het stadion zitten als het kan. Niet Hofman en Lintze haalden in één keer uit. Doelpunt! Doelpunt opnieuw van Edwin Lintze. Mooi, Lintze. Oh! Lintze die mee opkomt. Nu de 16 in schot van Lintze aan een doelpunt. Ja, dat is natuurlijk mijn kans en die moet ik dan natuurlijk gelijk weer grijpen. Ik zei de voorzitter, ik wil jou nog graag zien voetballen in shirt van VVV in een nieuwe stadion. Dus toen zei ik van, dat wil ik ook. Dus wie weet komt er over 4 jaar weer een support door VVV. Dat je een auto en dan ga je nadenken. Dat is de laatste keer dat je naar Venlo rijdt voor een training. Het besef zal dadelijk pas in de vakantie komen. Of na de vakantie als je de eerste keer een andere afslag pakt dan dat je gewend bent.